en leuk dat je kijkt naar deze video. Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe Fiat 500 Hybrid. In deze video ga ik u alles vertellen over deze auto. Mijn naam is Sarah Rijnsaert en ik werk op de marketingafdeling in Zwijndrecht. Kom, ik neem jullie mee. Nou, als we even naar achter lopen, dan komen we aan bij de tankbox en die zit aan de rechterkant. En die kunt u door middel van een sleutel openmaken. En nu zijn we aangekomen bij de bagageruimte. En daar zit maar liefst 185 liter in. Waardoor je dus gewoon je dagelijkse boodschappen erin kunt doen. En er is nog iets speciaals aan de bagageruimte. Want omdat dit een cabrio-dak is, willen we nog even wat laten zien. Nou, als de kap dus helemaal naar beneden is, dan is het lastiger om uw kofferbak te openen. Maar wat Fiat daarop heeft bedacht, is dat hij dan weer een stukje dicht gaat. Waardoor u dus ook weer gemakkelijk uw kofferbak kunt openen. Maar hoe doet u die kap nou open en dicht? Kom, ik laat het u even zien. Zo, we zitten nu in de auto. Middels deze knoppen kunt u de cabrio-kap bedienen. We kunnen de kap sluiten. En de kap stopt hier, maar drukt u nog een keer op de knop. Dan gaat hij nog wat verder dicht. Nou, wilt u echt helemaal dicht, dan drukt u nog een keer op de knop. Inmiddels zit ik in de auto en wil ik u graag meenemen naar het interieur van de Fiat 500. Nou, wat een prachtig interieur, vindt u niet? Nou, ik ga beginnen met het uitleg van het stuurwiel. Zoals u ziet hebben we vier knoppen. Deze is voor spraakbediening, hier om het geluid mee uit te zetten en hiermee voor de volumeregeling. Vervolgens deze vier knoppen. Deze kunt u gebruiken om bijvoorbeeld van radiostation te wisselen of uw muziek te wisselen. Deze knop is om uw telefoon op te nemen en de telefoon weer op te hangen. Nou, hier heeft u de mogelijkheid om uw verlichting te regelen. En hier heeft u kunt u uw grootlicht aanzetten en hier natuurlijk de knipperlichten. Deze is voor de ruitenwissers en ruitenvloeistof. Als u de hendel één keer naar boven haalt, dan gaan de ruitenwissers één keer heen en weer. En als u de hendel naar beneden haalt, dan kunt u de stand bepalen. En de snelheid. En als u de hendel naar u toe trekt, dan komt er uit de vloeistof. Nou, omdat de auto dus een hybrid is, wordt de auto ondersteund door een elektromotor. En die zit hier aan de rechterkant. En die laat zichzelf op wanneer u remt. En aan de linkerkant kunt u zien hoeveel brandstof u nog heeft. Hier aan de onderkant ziet u hoeveel kilometer de auto heeft gereden. De tijd spreekt voor zich en de temperatuur buiten wordt ook weergegeven. Wat een kleine handige tip is, is dat op de brandstofmeter ook een pijltje staat. En dat pijltje betekent dat daarmee wordt aangegeven waar uw tanktop zit. Nou, handig om te weten. En mocht u meer informatie willen zien op uw schermpje, dan kunt u door middel van deze knop meer functies zien. Nou, we zijn nu aangekomen bij het middenconsole en ik zal er ook even wat uitleg over geven. Nou, we hebben hier het prachtige 7-inch HD scherm waar u uw telefoon bijvoorbeeld aan kunt verbinden. Maar we hebben ook een DAB radio in zitten. Mocht u liever uw eigen muziek willen opzetten, dan kan dat via de media. U kunt uw telefoon connecten met Apple CarPlay of Android. Nou, ik zal nu even de Apple CarPlay uitleggen. Hier vraagt hij dus of de CarPlay of ik dat wil toestaan op mijn telefoon. Zoals u ziet zijn er eigenlijk verschillende apps die u ook op uw telefoon heeft staan. Die ziet u ook in uw scherm die u kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld berichten ontvangen en sturen, muziek luisteren, bellen. En dat is hartstikke handig. Nou, op het scherm heeft u ook een aantal mogelijkheden. Hier bijvoorbeeld kunt u het scherm uitschakelen en weer aanzetten. Het geluid volledig stilzetten en natuurlijk de volumeregeling. Aan de rechterkant kunt u altijd teruggaan waar u was gebleven. En hiermee kunt u bijvoorbeeld door de radiolijst scrollen. Met deze knop activeert u City. Dat ziet u hier ook staan. En hiermee is het stuur voelt wat lichter aan.
Met deze knop zet u uw gevarenlichten aan en weer uit. En met deze knop activeert u uw mistlichten. Middels deze knop kunt u de cruise control instellen en een speed limit. En via deze knop kunt u hem uitzetten. Als u de hoogte van uw spiegels wil verstellen, dan doet u dat via deze knop. Dit is uw linkerspiegel en dit is uw rechterspiegel. En door middel van deze knop kunt u hem naar links of naar rechts bewegen of omlaag en omhoog. Zoals u hier ziet kunt u uw airconditioning bepalen. En middels deze knop kunt u kiezen waar u de luchttoevoer naartoe wilt laten gaan. Dit is voor de luchtcirculatie. En nou, hoe hard de airconditioning moet blazen. En dit is natuurlijk voor de temperatuur. Dan heeft u hier nog een aantal knoppen. Dit is voor het start-stop systeem. Die kunt u uitschakelen of inschakelen. Dit is traction control. En hiermee kunt u, nou, mocht de ruit zijn beslagen, dan kunt u met deze knop dat verhelpen. De auto heeft 3 aansluitingen. Een 12 volt aansluiting en 2 USB voor uw kabels. Dan 2 cuphouders en hier hebben we de handrem. Nou, hier hebben we ook nog 2 opbergruimtes voor de bekers eventueel. En met deze knop kunt u de rugleuning naar achter of naar voren doen. Nou, we zitten momenteel nu even in een andere auto, want niet elke Fiat 500 heeft dezelfde opties. Nou, deze auto heeft dan navigatie als optie en hier links onderin kunt u op de stipjes klikken en bijvoorbeeld uw bestemming waar u naartoe wilt invoeren. Via deze knop kunt u uw favoriete bestemmingen neerzetten, zoals bijvoorbeeld uw huis. En via deze knop zal het scherm weergeven waar alle parkeermogelijkheden zijn bij u in de buurt. Super handig. En hier zult u een knop vinden waar bijvoorbeeld benzinestations worden weergegeven. Dit is voor informatie over uw TomTom en de service daarvan. En hier staan nog eventuele instellingen over het navigatiesysteem. Nou, zoals u hier ziet, dit is een automatische climate control. Die ziet er net even wat anders uit, maar is in principe hetzelfde. Hiermee kunt u hem op automatisch zetten en hiermee kunt u hem eventueel uitzetten. Hiermee bedient u de temperatuurstand, hiermee hoe hard die blaast. Dit is voor de vooruit en achteruit en hier waar de airconditioning naartoe moet blazen. Dus dat is allemaal, zit er ook allemaal in. Nou, in deze Fiat 500 ziet de toerenteller er net even wat anders uit. Aan de linkerkant hebben we de toerenteller en hier ziet u de temperatuur van uw koelvloeistof. En aan de rechterkant ziet u hoeveel benzine u nog heeft. En ook middels deze knop kunt u verschillende informatie zien over de auto. Verbruik, gereden afstand, de eco en uw bandenspanning bijvoorbeeld. En hoeveel bereik die nog heeft. In sommige Fiat 500 wordt uw licht automatisch aangezet of uitgezet. Ook heeft u de optie in sommige auto's dat er een licht- en regensensor op zit. Mocht u hier nou verdere vragen over hebben, dan kunt u terecht in de handleiding of bij uw persoonlijke verkoper. Nou, laten we de auto uitgaan. Nou, we willen u namens Siel hartelijk danken voor uw vertrouwen. En wij wensen u heel veel veilige kilometers toe. En mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij via de mail of de telefoon en zelfs via onze socials bereikbaar.